Plein 5 met Govert van Brakel. Plein 5 in de regio. En de regio die houden we dicht bij huis. Ja, is makkelijk deze dagen. Dat is Hilversum, mediastad Hilversum. Want hier verscholen in een villawijk, daar liggen de Wisseloordstudio's. En u hoort het al misschien een beetje lachen. José Houbé, goedemiddag. Goedemiddag. José, ja, die kent u van de meidenband Love José. Natuurlijk met haar partners Patty Brart en Marga Scheiden. José, ja, we draaiden ook net trouwens Dimitri van Toren. Ja. En toen was jij binnen en zei, ja, maar dat heb ik al, die ken ik wel. Ja, die ken ik. Van heel lang geleden, want... ik zat met een vriend en twee zusjes in een folkgroep. En dat vond Dimitri wel leuk. En dan zijn we een paar keer bij hem geweest. Maar het is niks geworden. Nee. Zeg maar, die Wisseloordstudio's, daar wil ik het graag met je over hebben. Want ik zeg wel verscholen in een villawijk. Maar eerlijk gezegd zou ik niet weten hoe ze daaruit zien. Kun jij ons eens een beeld geven? Wisseloord ligt midden in de bossen. Op een hele mooie plek. En... Als ik praat over de tijd dat ik daar naartoe ging... toen waren er gewoon 3 of 4, 5 studio's. Die zijn er nu nog. En de rest was kantoor van Phonogram. En het leuke van Wisseloord is dat was en is waarschijnlijk nog... dat doordat er 4 of 5 studio's waren... dat daar op dezelfde tijd verschillende mensen opnamen... Dus als wij dan even niks te doen hadden, dan gingen we gezellig naar de kantine. En daar vond je altijd wel iemand anders uit een van die studio's die daar was. Dus het was heel gezellig. Wat over welke tijd praat jij dan, toen jij er was? Over eind 70 jaren. Ja, en wie kwam je daar dan tegen als je zei, wij hadden even niks te doen? Nou, Elton John zat er. Pardon. Nou ben ik hem nooit tegengekomen helaas. Want de hele grote, die werden natuurlijk goed afgeschermd. En... maar ik weet nog wel dat de zanger van UB40... die liep door de kantine naar buiten, de bossen in, zo'n beetje naar buiten. En hij zag waarschijnlijk dat iedereen het over hem had. En toen ging die met zijn bibs naar de kantinekant... en deed zijn broek omlaag en ging daar even moenen. Liet hij even zijn blote billen zien aan iedereen in de kantine. Ja. Nou, en... we hebben wel, mijn man heeft een. Toen kwam die keertje uit, stapte hij uit de auto in Wisseloord. En toen vond hij een goldcard van Elton John. Dus die heeft hij netjes aan de manager gegeven. Toen kreeg hij een hele mooie grote bos bloemen. Thank you for being so honest, Elton John. Dus dat was wel leuk. Ja. En dan heb ik ook nog wat ik... Zeg maar een bosje bloemen voor een creditcard. Ik had gezegd dat er eerst weer maar even leeg gehaald. Maar ja, nee, de John had er misschien nog wel iets ruimer bij kunnen doen. Ja, wij waren al heel trots tuurlijk. Op het... Je hebt hem gehad, je hebt hem in handen gehad. En dan nog een klein leuk verhaaltje vond ik. Ik was een enorme fan van Coat & Bee. Ja. En op een gegeven moment zat Kees van Coat in de kantine. En ik zat daar en... Toen zag ik Kees van Coat. Denk, oh, wat leuk, Kees van Coat. Helemaal geweldig. En toen wilde ik... Nou, ik durf niet zo goed naar hem toe te gaan. Toen kwam hij naar mij toe. Toen zegt hij, oh, José, mag ik een handtekening voor mijn kinderen? Vind ik het zo leuk. Toen dacht ik, de grote Kees van Coat die aan mij een handtekening vond. Vind ik zo leuk. Ja, jullie waren hartstikke bekend en populair. Zeg, hoe keek jij daar als jonge meid destijds tegenaan? Tegen dat wilde leven in Wisseloord, met al die grootheden. Nou, zo wild wat ons betreft was het niet. Ik weet niet wat de rest deed. We waren natuurlijk geen rock'n'roll of wat dan ook, weet je wel. We waren toch best wel brave meisjes. En we hadden ook zeer brave producer, Hand van Hemert en Piet Sauer. Dus ik heb nooit echt iets van het wilde meegekregen. Maar ja, het enige wat voor mij natuurlijk... Ik kwam dan uit een zanggroep, folkgroep. En ik kwam in een totaal ander ritme, totaal andere richting. En mensen zeggen dan van... je hebt zeker wel heel Europa en heel de wereld gezien. Nou, ik zeg nee, ik heb alleen maar de limousines. Klinkt heel decadent. Ja. Maar en vliegtuigen, hotels en studio's gezien. Want we hadden nooit tijd om iets anders te doen. Dus het was heel erg druk, maar... eigenlijk zijn de tropenjaren geweest. Ja. En als je daar nu op terugkijkt... want je leeft als het ware dus inderdaad in een soort van roes. Je rent van de ene optreden naar het andere, ene platenproductie naar de andere. Ja, nou, ik kan er gelukkig goed op terugkrijgen... want ik heb heel wat fans in die tijd en ik heb er nog... die plakboeken maakten voor mij. Dus ik heb zo'n stapel met plakboeken waar ik denk... oh ja, shit, die heb ik ook nog ontmoet. Weet je? Op dat moment besef je dat gewoon niet, dat je zo groot bent. Maar ja, we werden wel altijd met beide voeten op de grond gezet. Want
als je uit het meest luxe hotel in Duitsland, waar we heel groot waren, hè, met de limousine naar het vliegveld, eerste klas, dit en dat, dan kwam je, moest je weer optreden in Tietjerkstradeel. En dan moest je je omkleden tussen de toosjes en de slappe toosjes en de kratten bier. Dus hè, ja, dat verschil was er gewoon. Ja, dat relativeert ook natuurlijk de status. Ja. En dat is, maar die wisseloordstudio's, was dat een prettige plek om te werken, om op te kunnen nemen? Absoluut. Echt goed? En dat zeg ik, het was gewoon, we hebben ook wel eens een andere studio gehad, maar dat was dan, ja, de gezelligheid. En de gezelligheid van Wisseloord is gewoon, was voor ons heel belangrijk. Omdat we toch contact met anderen hadden. En ik vond het altijd het leukste om op te nemen in Wisseloord. Ja, en wie was jullie producer dan? Hans van Hemert en Piet Sauer. Want jouw man was ook producer. Ja, maar dat was niet mijn producer. Dat was pas later. Ja, ja. Toen ik solo ging, eerst Pim Koopman. Daar heb ik nog nummer 1 het mee gehad. Ja. I Will Follow Him. En daarna heb ik een aantal nummers. Oh, en een heel mooi album met Bonnie Sinclair, herinnering. Allemaal ABBA-stukken. Waar we complimenten van een van de jongens van ABBA over gekregen hebben. Dus ik heb. Maar dat is. En dat is ook allemaal in Wisseloord opgenomen. Ja. En mensen die nu horen vragen zich af: hoe gaat het met je? Want je hebt een moeilijk jaar achter de rug. Je man is overleden. Ja, ja. Nou, het is nog steeds moeilijk. Ik vind het heel moeilijk te accepteren dat ik hem nooit meer zie. En dus ik heb het nog, en zeker met deze dagen. Maar ik word goed opgevangen door vrienden en mijn zusje. Dus komt goed, hoop ik. Fijn. Fijn dat je hier even wilde zijn. Graag gedaan. En wilde praten ook over de Wisseloord-studio's. Je noemde de hit al. De nummer 1 hit. I Will Follow Him. Gaan we naar luisteren. Heel leuk. José, hoe ben je? Must follow him. Plein 5 met Govert van Brakel.